Welke pijn om die kom, was dan nodig hij ook. Laat die schoon van de deur, stijg niet uit de steur. Ligger schreeuwen op de grond, hij is rijden met rond. De politie kijkt goed om dat ik deze stoet. Klap je vast van de kruis, ben je als dus verrukt. Nee, ik ben niet van blauw, ik de zaak zijn maar toe. Voor die verandering, dit die vast verdriet. Ja, dat was heel erg nieuws, dus alles. Dat is niet meer. Hé, techniek, klaar ervoor? Ga je mee, ga leeg goed alsjeblieft. Ga dimmen. Ja, perfect. Hier, deze spot nog. Ja. Dan zijn we er weer.
gehouden. En dat is toch gelukt, hè? Hartstikke ziek. Ja, eigenlijk, ik heb je de vraag stellen. Wijk en Björn, hoe dit? Handballen, de kroon, brandweer en ja, ik kan nog zo doorgaan. Zullen we gewoon dit verder aankleden? Want er is een beetje kaal op. En dat gewoon ik samen met de voorzitter doen. En ik begin eerst met de ketting. En de ketting ligt in de deurste. De kegel doen. Dat deed de voorzitter met een beetje hulp van Emers van der Rood. Dus de kegel ligt in het. De steek opzetten met de veren door onze voorzitter Richard Wolters. En dan zet ze natuurlijk de zetter. Dan wil ik Jan Baaiens even nerven, onze prins hebben voor de proclamatie. Mag ik even aandacht en stilte in de zaal alsjeblieft. Klokken op 20 januari 2024. Veer, de president en de ministerraad van Hulp van Vastgeloofsvereniging, de kronkelaar, hebben besloten om Björn de eerste Kallewijn, de benoemde pers, leenheer van Nuttegooi, graaf van het Kempje, baron van het Hemelriek, hertog van de Torbekkestoort, prins van de Kronkelaire en nog meer en nog veel meer. Björn zal regeren over het Kronkelaire-riek met zijn liefspreuk. Normaal doof ik het vuur, maar deze vaste loven zet ik samen met u, Luttrouw en de Kronkel in vuur en vlam. Kronkelaire, alaaf! Let's go, finish it! Ja, nu zo we hier alleen. En alleen tussen niks. Ik wil gewoon even vragen of je weer bij plaats nemen. Ja, we hebben een paar gesprekken met nieuws gebeurd. En natuurlijk wil ik beginnen eerst om de vrouw op boord te houden. En morgen je Priscilla. En dan kan je natuurlijk hier ook beginnen. Priscilla, we hebben leuke twee, drie gesprekken toegeschat, maar op het eerste klonkje, gewoon leuk.
Natuurlijk wordt er dicht jouw knippen naar Gijnachter en geeft er dicht de naamse vrijding een bleukje. En dat bleukje, dat geeft kleur die je verandert. Liefgras heeft gestorven, want we horen nog een paar uur naar boven. En dat zijn natuurlijk de papa man. Mariezee en Arno Kallenheim. Als je even naar boven wil komen. Vastelovens, familie. Zoveel historie liggen. We zitten al burgers zwijnen. Het is hier ook werk mee boven. Ja, en vooral leuk als ouders van Björn toch de papa-man medaille veranderen. En de eerste medaille, dat is de papmedaille, die geeft Björn dicht aan de oma. Anders wel.